spelen. En tussendoor nog even in Floristhon. Dankjewel. Nou, blijf er nog even bij. Want ik krijg een heel interessante. Dat vind jij vast ook interessant. Ja. Hij voert een verbeterstrijd tegen de windmolens van de geneeskunde. Bloemtherapeuten, handopleggers, klankschaalgenezers, homeopathetisch bijklussende huisartsen. Hij kan ze wel schieten. Of wil hij ze genezen? Of bekeren van hun dwaalleer? Gij zult geen andere geneeskunst voor mijn aangezicht hebben dan de reguliere. Hier is vrouwenarts en voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij, Kees Renkens. Geef hem een groot applaus. Ga zitten, wat wil je drinken? Chudrans. Maaike! Ik had er enige hoop dat je misschien koude koffie verkeerd wil hebben, maar het is heel goed dat je dat... Wil je anders misschien een kopje sterrenmix thee? Ja. Nee, ik ben als ik geweest. Maar dat was niet de goeie, toch? Zeggen ze dan. Ja, dat zeggen ze altijd. Ja. Hey, moet je horen. We hebben je allemaal wel eens zien lijden in diverse praatprogramma's waarin je... naar aanleiding van een actuele gebeurtenis in het gezondheidsvlak het moest opnemen tegen soms overtuigde halve garen... die jij dan tandenknarsend de gunst van het publiek moest voor zich hoorde winnen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En wat deed je nou besluiten om hier te komen om in de korte tijd die ons in Floristhon beschoren is voor onze gasten, om die te benutten? Ja. Zit het zo hoog? De Vereniging tegen Kwakzalverij heeft een boodschap voor deze wereld. En het is inderdaad een hele ondankbare taak. Is het een wereldorganisatie? Ja, absoluut. Is het een wereldorganisatie? Ja, geloof ik wel, ja. Het is buitengewoon ondankbaar om tegenover kleurrijke kwakzalvers... zijn vaak hele kleurrijke types die met mooie sterke verhalen komen... en die zeer overtuigend en overtuigd overkomen. Het is inderdaad een moeilijke en ondankbare rol om dat allemaal af te kraken... terwijl het allemaal door de bank genomen. Afkrakenbel is. Afkrakenbel is, ja. Ja. De homeopaten, de kruidendokter, wat u net allemaal noemde, dat is... Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Ja, ga nog even. Je krijgt 3 volle minuten de tijd. Of 2,5 nu inmiddels. Dit gaat te ver af. Dit hoort er ook bij. Om even helemaal zonder dat ik ook maar spier vertrek. Dat allemaal aanhoor. Je mag je flink uitvaren tegen de kwakzalverij. Ja. Ga je gang. Ja. En daarna wil ik ook een paar zaken voorleggen. En dan zoek ik even die boekjes van je op. Dus leg boekjes staan. Die staan hier al. Kijk. Kwakzalverij, meneer Schippers, dat is het toepassen van geneeskunde. Of geneeswijze waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond. Wij onderscheiden 2 vormen van kwakzalverij. De medische kwakzalverij, voor zover die door artsen en apothekers wordt beoefend. En de niet-medische kwakzalverij door wat vroeger heette onbevoegden. Mensen zonder academische medische opleiding. Dat laatste is ernstig. Napoleon heeft al gezegd, iemand die een beroep uitoefent wat hij niet beheerst, dat is misdadiger. Dat kun je eigenlijk globaal zeggen voor al die mensen die menen te kunnen genezen... en die daar geen medische opleiding voor hebben genoten. Tenminste, om diagnose te kunnen stellen... moet je toch al een jaar of 8 geneeskunde hebben gestudeerd, minimaal. Minimaal basisarts. Minimaal basisarts. En dan begint het eigenlijk pas. Goed, dus daar zijn we gauw mee klaar. Dat zijn die Jomanda's. Ik heb er doorheen gepraat. Die tijd krijg ik weer terug. Dan heb je ook dokters die ook rare geneeswijzen toepassen. Dat is een nieuw fenomeen. Dat was vroeger, voor, laten we zeggen, 1970... was dat zeer uitzonderlijk. Dat was een strenge interne discipline in de beroepsgroep van de artsen... En mensen die rare dingen deden, die hadden het slecht. En die hielden zich stil en die schaamden zich daar een beetje voor. Een klein groepje buitendienstige medici, homeopaten, antroposofen... die dan hun eigen dingen deden. Anders dan ze op de universiteit was onderwezen. En sinds 1975 is er een opbloei gekomen van alternatieve geneeswijzen. En tot mijn grote droefenis zijn een aantal van mijn vakgenoten daarin meegegaan. Deze mensen moeten hun artsenbul inleveren. Zij verloochenen... hun opleiders, waar ze hun diploma en hun van staatswegen erkende privileges aan ontlenen. Een arts die heeft een heel veel recht in ons land. Die mag iemand opensnijden, die mag iemand bestralen. Die mag iemand euthanaseren, om maar een paar willekeurige voorbeelden te noemen. Dus deze mensen moeten zich houden aan de regels van de kunst. En het is vooral daartegen waar tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij zich richt. Dankjewel, ja. Kees. Zo. Ik wil een paar dingen voorleggen. Het kan niet anders dat jij als praktiserend vrouwenarts de traaggeschiedenis kent van de 19e-eeuwse Hongaarse verloskundige Semmelweis. Die door toenmalige reguliere geneeskundigen voor kwakzalver werd gehouden en het ziekenhuis van Wenen uit werd gepest. Ja. Omdat hij niet konden of wilde geloven dat het verstandig was de handen te ontdoen van lijkvocht. Als voor eens in de verloskunst te duiken. Ja. Ja. Wat vind je daar dan van? Dat is heel wat anders, zeg je dan. Nou, dat speelde in een andere tijd.
Het is een tragische... Dat heb je al gauw, hoor. Tragisch. Morgen zitten we alweer in een andere tijd. Het is al lang geleden. Wat we vandaag bespreken kan alweer niet meer gelden morgen. Het is meer dan 100 jaar geleden. Toen wisten men nog niet dat er bacteriën bestonden, bijvoorbeeld. Dat is een hele dominante wetenschapstheorie. Dat infecties en ontstekingen door de lucht kan aanwaaien enzovoort. Je hoeft me niet uit te leggen, maar het gaat toch fijn dat er iemand was, een kwakzalver, die het beter wist dan de reguliere geneeskunst. Nou, volgende punt. Hij was arts. Waar heb ik het dan gelaten? Ik heb een artikel over maden. Maar misschien is dat... kijk, een groot krantartikel laatst over tegenwoordig toepassing van maden in het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat riekt toch ook naar kwakzalverij? Ja. Die eten dan wondjes schoon. Dat schijnt heel goed te gaan. Er werd in ieder geval een amputatie mee afgeblazen. Nou, jij weer. Ja. Ook kwakzalverij? Nee, kijk, we hebben niks tegen methoden die werken. Ook als ze een hele natuurgeneeskundige achtergrond hebben. En dat mag allemaal. Maar als het maar goed aangetoond wordt, de voordelen opwegen tegen blijf de nadelen. Blijf nou lekker stijl. Dan ga je toch een nee, beetje... Nee, nee. Soms wel. Nee. Kijk, want de aloude bloedzuiger wordt ook ingezet tegen trombose. Wist je dat? Die produceren ook stoffen die het bloed dunner maken. Ja. Dus, maar dat werd ook heel lang niet geloofd. Nee, er zijn wel... Hoe gaan jullie dan om met dingen die gewoon nog niet bekend zijn in de wetenschap? Zoals het voorbeeld met die arts in, wat was het, Hongarije, Wenen? Semmelweis. Dat zal toch nu ook wel af en toe eens gebeuren? Dat er dingen worden toegepast die gewoon nog niet ontdekt zijn? Of? Dat is heel wat anders en dat was 100 jaar geleden is het antwoord. Heb ik ga je er niet vanuit dat de wetenschap stilstaat? Semmelweis is een romantische figuur en één ding in de wetenschap is... Nee, dat is een tragische figuur. Later zijn er romantische films een heel stuk over geschreven, maar het is diep tragisch. In een tijd dat er veel minder bekend was over de werking van het menselijk lichaam, over het ontstaan van infecties en ontstekingen en dergelijke. Die kennis die we nu hebben... Er is nu bijvoorbeeld heel weinig bekend over de werking van menselijke hersenen, de menselijke geesten en wat wel en niet genetisch bepaald is. Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die door jullie vereniging uitgemaakt worden als kwakzalvers. En misschien dat over 50 jaar wel blijkt van, hé, ze zaten toch op het goede spoor. Nee, maar kijk, wat ik aan de orde wil brengen, ik begrijp heel goed je standpunt, ze zijn er allemaal halve garen, maar ik heb soms het gevoel dat je een beetje op een hoop veegt. Al die... We hebben niks tegen stoutmoedige... Gebedsgenezers, magnetiseurs... We hebben niks tegen geniale geesten of grote denkers of stoutmoedige hypothesen, maar... Voordat je dat op een mens of een patiënt loslaat, moet er eerst in wetenschappelijk onderzoek aangetoond worden dat het werkzaam is. Je moet je collega's, je vakgenoten overtuigen. En dan kan je zeggen, nou, nu is het experimentele fase voorbij. Dan kun je het aanbieden aan in de dagelijkse praktijk. Nee, ik wou het even hebben, ik noem een naam en dan krimp je vast. Nee, Kees Boegen. Die is genoemd in het geval... Ja, dat is fantastisch. Ja. Nee, dat is, precies, nee. Dat is, nee, ik noem expres. Luister nou, Eva. Zouttabletten tegen kanker. Het is helemaal niet waar. Keukenzout. Nee, Kees Boegen die is in de affaire Millekam. Ja. Die heeft daar gezegd dat ze onmiddellijk naar een reguliere geneeskunst moest wenden. Dat is waar. Hij had een middeltje om het zoutgehalte van het bloed te verhogen. En is door TNO getest als inderdaad werkend. Maar hij heeft er niet gezegd dat ze niet... Ik bedoel, je moet met kanker gewoon naar de reguliere geneeskunst gaan, lijkt mij. Maar los daarvan, dat kan je dan zeggen dat het zout is dan kwakzalver niet aangetoond. Er zijn ook nog andere ideeën over, maar... Hij vecht al jaren voor een experimenteel onderzoek voor naar het gebruik van een soort brandwondenzalf. Waar hij verbluffende resultaten mee schijnt te werken. En heeft zelfs proefpersonen beschikbaar gesteld om naar Beverwijk te gaan. Maar die wil niet eens een onderzoek daarna doen. Want je hoeft toch niet alles te onderzoeken wat mensen beweren, is dan het woord. Ik bedoel, dat riekt toch een beetje naar Semmelweis. Nou nee, Kees Boegem... Al is het 100 jaar later, maar ja. Die Kees Boegem is een kermisklant. Die heeft succes, die kan mag in dat show... Quoten? Ja, dat mag ik quoten, nee, in deze tijdperk van demoniseren. Dat is een kermisklant. Een brandwond. Als vereniging van de kwakzalverij zou je ook eens een kermisklant inhuren die... Precies, tegen. Wij kennen ze door en door. We hebben al 100 jaar gezien. Jullie standpunt op dezelfde manier als die Kees Boegem kan overbrengen. Nee, want ik heb toen die discussie gevoerd. Nee, maar het is heel goed werk te doen, maar ik probeer juist die voorbeelden aan te doen, omdat je toch ook, dat je dat, natuurlijk moet je vechten tegen echt oplichters. Maar je preekt zo voor eigen parochie, denk ik wel. Ja, maar die brandzalf van Boegem, die had wel eens geen recept, hij had aan een firma verkocht, en even later, toen raakte hij dat patent kwijt, en toen kwam hij met een andere samenstelling. Ook weer een wondermiddel, ook weer heel goed. Ja, mag je nou even voorleggen, medicijnen. Medicijnen is pas een wetenschap geworden met de invoering van evidence-based medicine. Nou, dat is onzin. Oh, dat is onzin. Evidence-based medicine. Ja. Zeg je nogal wat. Dat is een jaar of 10 geleden voor het eerst ontstaan. Ja, die is en daarvoor een systeem waarmee je een enorme database opzoekt welke therapieën bewezen effectief. Het lijkt me toch heel handig. Ja. Bewezen effectief. Nee. En dan blijkt dat veel toepassingen in de reguliere geneeskunde ook niet effectief zijn. Nee. Het is zelfs een paar cijfers. Veel medicijnen zijn maar voor 30% van de mensen effectief.
En is dat dan een regulier geneesmiddel voor de 70% dat het niet werkt? Is het daar dan misschien kwakzalverij voor? Ik bedoel, als ze dat als standaard, van of het werkt of niet. Ik bedoel, daar mensen reageren verschillend. Nou, jij weer. Ik heb gezegd. Van alle geregistreerde geneesmiddelen zijn vrachtwagens vol met dossiers bekend. Dierproeven, bij mensen proeven. We weten precies hoe die middelen in het lichaam worden opgenomen, hoe ze worden afgebroken, waar ze aangrijpen. Hoe mensen effectief zijn, net hoe mensen niet effectief zijn. Des. Dat is uit de oude tijd. Ja, maar dat vind ik een beetje zwak te worden. Dat is de jaren 60. Ja. Ja. Hoe lang we zijn 40 jaar verder. We kunnen het voorbeeld uit het verleden aanhalen, maar dat gaat steeds beter. Ja, maar over 40 jaar zijn we ook weer 40 jaar. Ja, nee, kan over 40 jaar en dan hoor je ze dit gesprek. Daar moeten we ook kritisch zijn. God, dat ze zo moesten lachen om die boegen met z'n vette zalf. Het klinkt ook allemaal bespottelijk, maar dat is die madenkuur ook. We moeten kritisch naar ons eigen werk blijven kijken. En dat is het verschil tussen reguliere dokters en kwakzalvers. Die kwakzalvers schrijven elk succes toe aan hun eigen therapie. En als ik een keer van de patiënt zeg, wat heeft u me goed geholpen, want dat en dat heb ik niet meer. Terwijl ik weet bijvoorbeeld dat ik iets heb gegeven wat er helemaal geen effect op heeft. Dan zeg ik niet, nou, dan ben ik heel blij mee, mevrouw. Dan denk ik, nou, god, morgen komen die symptomen weer terug. Kijk, een reguliere arts, die weet wat hij doet. Die toucheert wat hij mag toucheren. En de rest denkt hij, nou, hou mijn mond maar over. Is het probleem? Kwakzalver schrijft elk succes toe, ook een spontane genezing. Nou, ik vergelijk het dus een beetje met astrologie, hè? Ik vroeg me af, daar heeft mee te maken. Is het probleem echt zo groot als jullie? Natuurlijk is het erger, er gebeuren allemaal misstanden van mensen die doodgaan doordat ze naar een kwakzalver gaan. Ja. Maar de meeste mensen die daar wel in geloven, als ze eenmaal een herseninfarct hebben of kanker, dan gaan ze echt wel naar het ziekenhuis. Dus het is toch een soort hobby. En ik heb die visie een beetje met astrologie. Ik kan wel te vuur en te zwaar de astrologie gaan bestrijden, omdat ik vind of weet dat het flauwekul is. Maar als iemand eenmaal hoort dat minister-president Kok zich zou laten adviseren door een astroloog, dan vindt eigenlijk iedereen dat belachelijk. Ik heb het een beetje met God, die is niet wetenschappelijk aan te tonen. En dan gaat ook die mensen niet allemaal bestrijden als ze dat nou willen. En dat loopt af en toe uit de hand. En meestal gaat het goed. Dus is het, maar is het in die astrologie kan natuurlijk niet zoveel kwaad. Je denkt, het zijn warhoofden, die mensen die... Maar hier kan het wel, mag ik even zeggen. Maar in de gezondheidszorg... De vierde generatie anticonceptiepil, Jasmin. Die veroorzaakt trombose. De huisartsenvereniging die adviseert het niet voor te schrijven. En het gebeurt toch op grote schaal op advies van de farmaceutische industrie. Ja, is dat dan niet kwakzalver? Dit is gewoon cijfers. Dat zijn geluiden. De kans op trombose is normaal misschien 1 op 10.000. Als je als jonge vrouw een jaar die pil slikt. En die is dan 1 op 8.000. Dat is statistisch een klein verschil. Een reëel verschil. Maar in de praktijk heeft het helemaal geen betekenis. Dit koekje kan geen iedereen kwaad. Kan die pil zo nemen. Ken wat mij betreft. Ken die koekje? Nee, in die astrologie, dat is veel minder ernstig dan in gezondheid. Dat wil ik toch even op antwoorden. Waarom? Want kijk, de volwassen burger, die mag zelf kiezen wat hij wil doen, enzovoort. Maar mensen die met een ernstig gezondheidsprobleem komen, of die ten dode opgeschreven zijn, die verliezen vaak een deel van hun kritisch vermogen. Ja. En die grijpen elke strohalm aan die hun wordt aangeboden. En ik vind dus dat de aanbodzijde, daar richt ik, die mensen mogen allemaal doen wat ze zelf willen. Wij zijn niet voor de gezondheidspolitie, van dit mag wel, dit mag niet. Aanbieders van de zorg, die moeten gewoon op hun huid gezeten worden. Maar nu, en verantwoording afleggen over wat ze doen. Maar nu over je strategie, hè? Druk je de tegenstanders niet in de slachtofferrol met je keiharde, meedogenloze aanvallen? Ik bedoel, het is echt een cijfer, en die weet jij ook. Het helpt totaal niks wat hij doet. Het blijft 6% van de mensen die... Dus het is wel een 7, het is een 6, het is 5 geweest, maar het blijft nu op 6 hangen. Europees gezien ook, niet alleen voor Nederland. Dus heb je niet het gevoel dat je echt tegen windmolens... Misschien blijft het wel constant door het werk wat ze doen. Is meer, het was 20 jaar geleden was het 4%. Toen is de opbloei van de alternatieve geneeskunde gekomen. De acupunctuur, de homeopathie. Het kwam ook. Moet vanzelf weer uitdenken. Toen is het ongeveer 50% toegenomen. De medische consumptie van kwakzalverij. En dat is sinds een jaar of 10 is de groei eruit. Ik denk niet dat dat mijn verdienst is. Absoluut of die van de vereniging. Maar je had ook kunnen denken. Het gaat nog steeds maar door. Want de mensen hebben steeds meer geld te besteden. Ze kunnen een gokje wagen. En het blijft toch nu op een bepaald niveau. Dit lijkt zelfs zo erg. En onder de huisartsen is het zelfs aan het afnemen. Hebben mensen niet recht op om in hun eigen onzin te geloven? Ik bedoel, als je goed voorgelicht bent, je maakt er een keus op goede, betrouwbare informatie, kennis, dan is het prima. Maar is het Maar dat geluid wat de vereniging tegen de kwakzalverij brengt, dat is vrij. De KNMG, de Maatschappij van Geneeskunde, de apothekers, de overheid, die waarschuwt daar niet. Die hoor je op dat punt helemaal niet. Die laten dat liggen. En daarom vind ik dat die vereniging waar ik voorzitter van ben... Een functie heeft. Godverdomme. Ja, We zijn hier nog lang niet over uitgepraat. Wel kan ik in ieder het lezen van de boeken van zowel Govert Schilling als van Kees Renkens van harte aanbevelen. En Kees, we blijven hier in de gaten houden. Dit was voor vandaag Vlogistond. Dankjewel, Govert Schilling, Kees Renkens. En Cummingha, waar ben je? En Candy Dover.